Nou, het begint al goed, dames en heren. Hey, hartelijk welkom hier op ons En we zijn ons, hier met de voorzitter, nest. Want de voorzitter blijven we er altijd, net als, als de prime minister. In dit geval wel oud voorzitter, want we zitten met Niek. En wij mogen Niek zeggen en we gaan eens even kijken hoe het met Niek staat. En dat is ook gelijk mijn eerste vraag, Niek. We weten natuurlijk allemaal wel een beetje, klein beetje hoe het met je staat, maar niet precies wat de actuele situatie is. Maar je zit hier, fruitig zit je erbij, dus hoe gaat het met jou? Jij doet op de ziekte. Ja. Nou ja, het gaat op dit moment goed. Ik heb 3 zware operaties gehad in 8 maanden. Dus eigenlijk ben ik technisch gezien nog herstellende van de tweede operatie. Maar het gaat wel de goede kant op. Ik heb wel een hoop pech gehad. Ik ben er ruim een jaar mee bezig nu. 2013 heb ik het ook al gehad overigens. En we hebben het over kanker dus. En nu in 2016 weer. En ja, dat was wel een zware teleurstelling. Maar goed, dat is ook de reden dat ik toen gezegd heb, ik leg al mijn functies neer bij de club. Want dit was al voorspeld dat dit lang kon duren en lang zou duren. Dus ik heb toen al mijn functies neergelegd en met pijn en pijn en pijn in mijn hart. Maar goed, het is gelukkig weer goed opgepakt in de club en Kees Deen doet het geweldig, vind ik. Dus dat is een hele geruststelling. Want ja, als je iets opgebouwd hebt de laatste jaren, want ik loop hier zo'n 47 jaar rond. En je moet dan noodgedwongen vertrekken. Hè. Er zou iemand komen die er niks van bakt. Ja, dat klinkt dan raar, maar ja. Dat zou zomaar kunnen. Alhoewel het bijna ondenkbaar is hier. Maar dan is het toch geweldig als er iemand opstaat, die overigens al in bestuur zat, die zegt van nou, ik neem je functie over. Ja, nou ik ben heel blij dat je in ieder geval dat goede gevoel, zeg maar, naar het vertrouwen in eigenlijk in dit geval de nieuwe voorzitter, dat hij jouw rol, hoe moeilijk het ook is, overneemt, dat hij dat op een goede manier doet en dat hij het vertrouwen van jou in ieder geval heeft gekregen. En het gaat ook goed, mensen. Dus wat dat betreft zijn we ook bij de Zwaven heel erg blij. We gaan inderdaad die 47 jaar die jij zegt, gaan we natuurlijk een klein tipje van de sluier voor de mensen nog even terugblikken. Om te kijken hoe dat gevoel bij jou en uiteraard bij ons zit. Maar laten we eens gaan kijken, Niek, als je het goed vindt, over jouw verre verleden. Dan praten we over de jeugdjaren. Het is misschien een beetje een streekse vraag, maar hoeveel bundel land had je vader eigenlijk? Nou, niet dus. Uit welk nestje kom jij vandaan? Nou, in de oorlog geboren. In 44. En uit een gezin. Ik was de tweede in een kappersgezin. En 19 mei overigens. Het is nog niet zo lang terug. Dus ik heb de 73 in ieder geval gehaald. En dat is alweer heel mooi. En van mijn jeugd. Ja, ik heb eigenlijk een geweldige jeugd gehad. Ik weet niet anders. Ik was al vroeg aan het organiseren. Circus en optredens voor Pater Zwart en zo. Of dat geld wat toen allemaal opgehaald is, die centen, want het was een entree, een cent, of dat allemaal bij Pater Zwart terechtgekomen is, daar heb ik toch mijn twijfels over, want we gingen ook nog wel eens tompoes halen bij Gert Vriend vroeger, na de voorstelling, dus ja. Ik weet niet, nou, hij had er ook niet rijk van geworden natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een mooie herinnering, maar speelde jouw jeugd zich nu in Lutjebroek af? Ja. Of in Grotebroek? Nee, totaal. Ik ben in Lutjebroek geboren. Ik ben geboren en getogen Lutjebroek. Ja. En lagere school, toen naar de Odulfus MAVO. En toen begon het al. Inmiddels was ik natuurlijk lid van de Zwaven als voetballertje. En toen begon ook de muzikale kwaliteiten begonnen te kriebelen. Mag ik jou vragen, voor zover je dat nog kan terughalen, met welke jongens jij bent gestart een beetje met voetballen? Zijn er nog wat bekende namen die wij ook nog kunnen? Ja, Kas Boukes, een jongen van Piet Bakker, Steltepool, Jan Bakker, de nog steeds supporter hier. Van Fok Molenaar in doel. Nou ja, ik heb het ja, is een beetje, ja, junior A heb ik het nog gehaald, maar ik ben al snel gestopt, want ik was 16 en toen heb ik dus gekozen voor de muziek. Ah, we hebben een bruggetje te pakken, dames en heren, de muziek. Want dat is wel even een belangrijk punt, want we hebben de voetbalcarrière als voetballer, was met 16
Was je op je hoogtepunt, laat ik zo zeggen, toen dacht je van we gaan nieuwe hoogtepunten zoeken, die muziek. Want ja, dat is wel een hele belangrijke factor in jouw leven, Niek. Hoe is dat gestart? Ja, nou dat zeg ik. Ik was een jaar of 16 en toen met wat de Rhythm Kings heetten we toen. Was voor mijn diensttijd uiteraard nog. En ja, ik zou je vertellen, we moesten door heel Nederland, of heel Noord-Holland optreden. We gingen zelf de boer op. Net als een vertegenwoordiger gingen we gewoon bij een kastelein naar binnen. Een café en of we daar mochten spelen. En dat mocht dus. Het was in de tijd van de Blue Diamonds. Kan ik me nog herinneren. En ja, jongens hier uit de buurt ook. Uit Hoogkaspel. En uit, ja, die namen zeggen. Nou, Henk Zwart zal misschien in de Horm misschien nog ja. Mensen kennen. En Willem Schaper, Hoogkaspel. Of toen nog Grotenbroek, dacht ik. Maar in ieder geval, tot mijn diensttijd. Oh nee, heb ik eerst nog, daarna nog bij Wietse de Boer heb ik gezeten. Een jaar. En toen in dienst had ik ook nog weer een band. De Four Telstars. Wat was jouw functie in dienst? Ik was fourier. Oké. Okay. En toen heb ik de kaderopleiding heb ik in Soesterberg gedaan. En later is dat een beroepsfunctie geworden. Maar ja, ik was fourier. Ik kwam bij mij in de PSU, zoals dat heet. De persoonlijke uitrusting ophalen. Inclusief geweer. Ik heb prachtige tijd gehad. Want ik had ook een band en ik knipte daar ook natuurlijk. Ik had een eigen kapsalon had ik gemaakt daar. Dus, Ho, even wachten. De kapsalon. Jij hebt in dienst heb jij je eigen kapsalon gemaakt. Ja. Was dat één model? Nee, want we hadden daar de schaapscheerder, zoals die man genoemd werd. En daar ging niemand natuurlijk naartoe. Dus ze kwamen allemaal bij mij. Dus elke dag knipte ik van 6 tot 8, 8:30. En dan gingen we uit, want dan moest dat geld ook weer op, weet je. Wat ik verdiend had. Maar had jij dan een kappersopleiding genoten? Ja, die had ik al afgesloten. En uiteraard, omdat mijn vader die kapsalon had in Lutjebroek. Ja. En vroeger ging dat nogal vaak automatisch, van vader op zoon. Ja. Ik weet ook wel dat ik uit dienst kwam dat mijn vader zei, wil je die tent nog kopen? Want anders verkoop ik hem. Dus ik was al heel jong, op 21-jarige leeftijd was ik eigenaar van de kapsalon van mijn vader. Dus. Zo. Dus nou, dat is, we kunnen wel zeggen dat dat een succesvolle periode is geweest in Lutjebroek, Niek. Ja, ja, ik had echt ja, een volkszaak, noem het maar. Daar zijn wat moppen voorbij gegaan, hoor. Nou, dames en heren, een kapper zonder mop, dat kan niet, hè? Dus, ja, ik weet niet of je toe in staat bent, Niek, maar ik overval je er misschien een beetje mee. Maar heb je er eentje voor ons? Nou, nee, laat ik dat maar niet doen, want ze waren meestal nog aardig getint ook, dus laten we dat maar. Dat ligt gevoelig tegenwoordig. Hey, die bewaren we voor in december. Hey, die bewaren we voor in december. Oké. Okay. Hey, nou goed, je bent op een gegeven moment blijven voetballen bij de Zwaven. Nee. Ik ben dus echt gestopt dat ik een jaar of 16, 17 was, want ik ging dus volledig in de muziek. En ja, ik heb het nog wel een poosje volgehouden, maar dat was niet te doen, want dan kwam je om 5 uur thuis, 's ochtends. Maar Niek, ik wil even inbreken, want ik heb fotootjes van jou gezien. Daar zitten we misschien wel in een latere periode. Want vroeger bij jou waren altijd de afgelastingen en de programma's stonden altijd bij jou op de ramen. En er stond ook altijd een opstelling bij van een team. Zwaven 7. Was dat jouw team? Ja, dat was Zwaven 7. Ja, ik heb op een ex-moment de draad weer opgepakt, maar dat was een heleboel jaren later. Ik weet niet eens meer precies wanneer of dat geweest is. Heb ik jaren in gevoetbald nog, maar dat was een vriendenteam. Die was ontstaan uit de Sint-Jozefschool, de Witte School. En dat was allemaal onderwijzers voornamelijk. En ik was de buurman natuurlijk. En te licht had, die was de hofleverancier. Ja. En nou ja, zo. Ik denk dat er niet zoveel anderen als onderwijzers, in het begin althans. Nou, ik zie. In mijn beleving heb Piet Lichtaert voor mij. En we hebben ook nog. Was Wijbrands of is dat een andere periode? Ja, nou, kijk, dat hielden we niet vol, alleen onderwijzers. Dus toen kwamen er later ook andere mensen bij. Het was zelfs zo erg dat we moesten helemaal een ledenstop invoeren. Want iedereen wou ooit Zwaven 7 voetballen. Want dat was, ja, we hadden een geweldig team toen. Ja, en de derde helft werd in ieder geval altijd gewonnen. Dat heb ik een beetje begrepen, Niek. Ja, de derde helft. En jaarlijks hadden we een feestavond met cabaret. En dan vierden we ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-jarig bestaan. En ja, ieder feestje, nou ja goed, dat is natuurlijk ook een gebeuren, komen zo meteen met hierop. Ik wil even een andere kwinkslag maken voordat we verder gaan in de periode bij Zwaven. Jij was natuurlijk spraakzaam, je was regelneef,
in diverse functies. Op een gegeven moment heb jij gekozen voor een politieke carrière. Ik wil het heel even aantippen, omdat het ook bij jouw karakter is. Ik wil eigenlijk de link met de voetbal een beetje behouden. Zat daar nog een voetbalkantje aan jouw politieke ambities? Nou, eigenlijk wel. Het is natuurlijk zo, ik werd toen gevraagd door gemeentebelangen. Toen destijds Ries Bruin en Koen van Viegen. Koen van Viegen overigens is ook nog voorzitter geweest hier, vriend van me. En toen heb ik altijd gezegd, nee, zolang ik de zaak heb, ga ik niet de politiek in. Dan moet je neutraal blijven. Maar goed, toen had ik mijn zaak verkocht. En toen stonden ze onmiddellijk op de stoep. En toen ben ik daar ingestapt. Maar ook met een link naar de voetbal. Want een politieke partij, als dat breed gedragen wordt, als die olievlek groot is. En dat is dus zo, als je in een grote club als Zwaven voetbalt. En Koen van Wiegen kwam er vandaan. En Koos Mekkelot kwam daar vandaan. Dus ze wilden me natuurlijk ontzettend graag hebben. Al ging het alleen maar om stemmetjes te winnen. Dus, het belang van Zwaven werd daar goed gediend? Nou ja, voor zover je dat dan... Kijk, je kan in je eentje toch niet zoveel in de raad. Later werd ik dan nog fractievoorzitter. Maar je hebt natuurlijk toch de meerderheid van stemmen nodig als het gaat om specifieke dingen voor een club. Om die binnen te halen. Maar je zit dichter bij het vuur, dus het heeft wel degelijk... je hebt er wat aan. Sowieso. Nee, top. Nou, hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt. Dat je die kant zelfs ook nog uitgevlogen bent. Maar goed, ik heb even een opsomming proberen te maken. In ieder geval van de functies die je allemaal bij Zwaven bekleed hebt. Dat zijn er nogal wat, Niek. En het belangrijkste is natuurlijk het voorzitterschap. Maar ik wil even de periode daarvoor gaan. Hoe ben je eigenlijk bij Zwaven in het bestuur ingegaan? En weet je nog met wie je toen werkte? Dat was in 1969. En dat was, ze hebben ons gevraagd, en met ons bedoel ik Koen van Wiegen en ik, om het feest, en dat was het 40-jarig bestaan, om het feest in de feestcommissie plaats te nemen en dus het feest voor te bereiden. En dat is de reden geweest. Zo ben ik althans bij de Zwaven als bestuurder terechtgekomen. Was toen Klaas Lakenman voorzitter? Nee, wel, klopt dat? Ja. Ja. Klaas Lakenman was voorzitter. Oké. Ja. Top. Nou goed, en toen, wat is het moment eigenlijk dat jij de reden geweest, waar de mensen niet meer, in ieder geval ik niet meer, dat jij voor voorzitter gevraagd werd? Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Ik was al jaren vicevoorzitter en Piet Reus had al een jaar eerder aangegeven dat hij ermee wilde stoppen. En nou, we waren eigenlijk ook al... Piet Reus? Piet Reus, okay. De oud-voorzitter dus, voor mij. Ja. En we waren ook al ruim een jaar bezig om op zoek naar een vervanger voor Piet. Nou, al wel langer. Maar dat lukte maar niet, dat lukte maar niet. We hebben wel kandidaten gehad, maar om allerlei redenen ging dat dan niet door. Nee. En toen was het zover en Piet hield voet bij stuk. Hij zegt, ja, en dan ben ik weg. Ja, ja en dan is dat hier, in de hiërarchie ben jij dan aan de beurt als vicevoorzitter. Ja. Maar de bedoeling was, eventjes totdat er een nieuwe voorzitter was, maar ik ben er toch 5 jaar geweest. Je hoort het al aan mijn vragen dat ik heel veel gemist heb, want ik sla een heel stuk over. Van dat jij begint en ik ga zo naar de voorzitterschap toe, maar daartussen is natuurlijk heel wat gebeurd. Ik zie hier bijvoorbeeld staan feestcommissie en ik zag je in 2006 op de foto staan met de regisseur hier, met Dick Temme. Met de feestcommissie. En dat wat, ik wil wel eens weten of... Is dat wat anders geweest? Nee, dat is de clubbladredactie geweest. Oh, de clubbladredactie. En Dick Temme die was toen de hoffotograaf. Oké. Dus nee, dat was geen feestcommissie. Oké. Nou goed, ik zag het staan en ik vraag het even. De club van 100. Ja, die heb ik opgericht. En dat was, nou weet ik het jaar toch niet meer. Maar we bestaan in ieder geval volgens mij 16 jaar dit jaar. Dan is het ook een rekensom natuurlijk. Maar dat heb ik toen opgericht op... Tijdens de receptie van de kampioensreceptie toen. En toen gingen we volgens mij naar de tweede klasse met, hoe heet die trainer, dat hoor ik alweer. Nou ja, ik kan er even niet op komen, maar dat maakt niet uit. Rob van der Werf was het. En dat is het ijzersmeed als het heet is. Toen had je allemaal enthousiaste mensen in die zaal. En ja, dan moet je ze pakken. Was jij, ik zie jou ook op foto staan als geleider van zondag 1. Ja, was dat ook in die periode of niet? Of was dat ervoor? Ja, dat was in die periode. Oké. En wat ik zeg, en op diezelfde receptie, kampioensreceptie, had ik er in één keer 40 binnen. Nou, dat was natuurlijk een geweldig begin.
En nou ja, het bestaat gelukkig nog. En ik zeg ik, we bestaan geloof ik dit jaar 16 jaar, als ik het goed heb. Eigenlijk heb jij de hele opgang, zeg maar, in niveau van Zwaven naar de hoofdklasse toe, heb jij eigenlijk wel mee. Mede onder jouw leiding is dat tot stand gekomen. Op een gegeven moment er komt natuurlijk meer geld binnen. Er was meer geld nodig. Het is een businessclub is er opgericht. Wij van de derde categorie, die denken altijd van, of de twaalfde man, denken altijd van een businessclub. Is dat nou echt nodig voor Zwaven? Kunnen we niet gewoon met de pet rond, hebben we daar voldoende aan? Wat vind jij? Nou, dat is gebleken van niet. Als je hoger wil, kost het, wat je zegt ook, meer geld. Je moet verder reizen. Dat is maar één detail. Je hebt een moordende concurrentie vanuit de buurt. En waar we gewoon van weten, daar kregen de jongens toen al een vergoeding per wedstrijd. Ja, en als jij dat dan niet doet, dan... de clubliefde is niet meer, hè. Dat is over. Vroeger, ja, Bimmerman Van der Lee, Jack van der Lee. Die zijn destijds gevraagd naar Volendam. Maar die hebben gewoon gezegd, nee, we blijven bij Zwaven. Niks te maken met vergoedingen. Maar dat is over, dat is niet meer. Dus ja, je moet dan middelen proberen te vinden om toch wat te doen. Dat je een klein beetje kan concurreren met de buurt, om het zo maar te zeggen. En de buurt is dan wij er als West-Friesland. En dan heb je een businessclub voor nodig om toch wat geld, centjes te genereren. Om de jongens in ieder geval wat te geven. Er zit wat op mijn lippen. En het moet eruit. Ja, ga je gang. De Ritselaar. Ja, nou ja, dat zo werd ik wel genoemd, ja. Dat was of het nou kleding was bij bedrijven. Ik heb nooit anders gedaan dan ritselen. En dat is ook leuk om te doen. En zeker als je dan ook nog scoort. Dat is helemaal geweldig. Ja. Nou, ja. Je staat er zeer positief op bij iedereen in Zwaveniek. En het is geweldig wat jij allemaal heeft gedaan. Jij weet ook hoeveel er moet gebeuren om de zaak allemaal draaiend te houden. En wij zijn natuurlijk ook bezig, de jongere generatie, met het verder ontwikkelen, zeg maar, van de club. En het behoud van de club. En we weten allemaal hoe moeilijk het is in de huidige tijden. Ik wil nog iets anders aanhalen, wat misschien niet hiermee te maken heeft, maar wel met Zwaven. Er reed op een gegeven moment een heel raar autootje door de streek heen en er stond een Zwaven logo op. We weten het allemaal nog wel, mensen. Ja, wie zat daar nou in? Hey. Nou, dat was ik dus. En dat klopt. Dat is het boodschappenautootje van ons. En moet hij weg of moet hij naar de sloop? Toen ben ik naar een kennis in Zwaag gereden. Die heb hem helemaal onder en boven bekeken. Die heb hem op de brug gezet. Zeg, kan dit ding nog 10 jaar mee? Nou, dat kon wel. Moest wel wat aan gebeuren. Bijvoorbeeld carrosserie. Want ja, zoveel rij ik er niet mee. En dat deed ik voorheen ook al niet. Maar ze hebben er wat nieuw plaatwerk onder gelast. En toen ben ik naar Komen. Onze vaste beletteraar ben ik gestapt. Ik zeg, met dat idee lopen. Ik had een ontwerp gemaakt. Moest een beetje lijken op een politieauto. Waarom? Dan valt hij op. En dat heb ik ook gemerkt. Want als ik soms aankwam, dan trapten mensen gelijk op hun rem. Totdat ze zagen dat het een Zwavenauto was. Er was geen sirene nodig. Nee, dat was wel ja. Leuk. Ja. En toen Komen, die trapte erin. En die vond het ook leuk. Er zijn reclame erop. Zo heb ik meer mensen benaderd die hun reclame erop wilden zetten. En hij rijdt nog steeds. En dat is dus de Zwavenauto geworden. Leuk joh, dat is echt, dat hoort ook bij de club, hè, alles. Zo hebben we ook allemaal leuke dingen bij de Zwaven, bijvoorbeeld het familietoernooi. Ja, en dan kom ik jou weer tegen. Wat heb je daarvoor gedaan? Want dat is echt een positief ding wat de club al heeft, hè? Nou ja, ik wil niet zeggen zolang het bestaat, maar al heel wat jaren, ik weet niet eens hoeveel jaren, heb ik deel uitgemaakt van de organisatie. En met name dan als speaker. En dan werkten we op de wekker, of op de klok, om het zo maar te zeggen. En ik bepaalde vanuit de radiokamer het begin en het eind van de wedstrijd. En aangezien we op alle velden geluidsinstallatie hebben, stopten de wedstrijden allemaal tegelijk. En begonnen ze ook tegelijk. En dat was ook wel belangrijk. Dat als je niet aan die tijden hield, of scheidsrechters die dachten van nou, ik maak zelf wel uit wanneer ik begin of eindig. Ja, dan werd het een puinhoop. Iedereen die handelde daarna. Dus alles tijdschema, dat is, zover ik weet, nog nooit aangelopen. Nee, perfect. Ook weer een van de kwaliteiten natuurlijk, om het te bewaken. We zitten hier op het kunstgras, jongens. Hier bij Zwaven. Dat is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling in voetbal. We kunnen er hele discussies over houden of het op professioneel niveau wenselijk is of niet.
bij de Zwaaf is wel een pro. Ja, wie komen we weer tegen? Niek Oud. Nou, vertel het maar, Niek. Jij weet het. Ja, daar heb ik me heel erg sterk voor gemaakt. Ik heb gelobbyd aan alle kanten. Met name ook natuurlijk bij de gemeente. Maar ja, dan moet je ook een beetje een breed draagvlak zien te creëren. Van, nou, het is gemeenschapsgeld. Dus ook de gemeenschap moet je daar achter zien te krijgen. In het begin toch nog wel wat tegenwerking gehad van een paar politieke partijen. Ik ga geen namen noemen. Maar ja, uiteindelijk hebben we het gedaan. En ik heb toen een slogan bedacht. Kunstgras, geen... wat had ik nou, joh? Maar noodzaak, in ieder geval, daar kwam het op neer. Geen wens, maar noodzaak, dat was het. Want we waren er al wel 3-4 jaar mee bezig om dat hier zover te krijgen. En ja, toen kwamen de verkiezingen eraan. En ik heb zelf in de politiek gezeten, dus ik weet wanneer of het ijzer heet is. Dan heb je hem weer. Dan moet je het smeden. En dat is dus vlak voor verkiezingen. Hij ligt er. En hij ligt er, inderdaad. Ja. En we hebben er ontzettend veel plezier al aan beleefd. En dat zal ook zo blijven, want inderdaad, die discussie die moeten ze maar in de Eredivisie voeren. Maar voor een amateurclub is dit gewoon het einde. Maar goed, om het politiek gesprek, ja, je mag voor of tegenstander zijn. We moeten ermee dealen met de situatie die tegenwoordig in Nederland is. Het is een groot goed, zeg maar, een goed voor de jeugd. Dat ze in ieder geval altijd kunnen ballen. En op een goede ondergrond. Ja. En het gras is bijna altijd groener. Hè? Dat is natuurlijk altijd zo. Ja, zelfs als bij de buren. Ja, zo is dat. En wat dat betreft, het is een Volendamgras overigens, jongens. Ja. Dus dat is helemaal goed. Niek. Wat hebben we eigenlijk vergeten behandelen? Ik wil wel eens weten, ben je nu nog actief voor de Zwaven, behalve dan dit interview? Nou ja, ik had al mijn functies neergelegd, maar ik heb het ontzettend gemist. Ik viel echt in een gat. En nu ik weer wat begin te herstellen, ja, begint het ook weer te jeuken. Maar dat kon ik mezelf al wel voorspellen. En inmiddels heb ik ook alweer wat achter de rug, wat ik geregeld heb. Kunnen we een tipje van de sluier oplichten? Nou, nee, maar gewoon recentelijk was Frank de Boer. Je moest zijn geluid hebben. Ja, ik heb ook in de muziek gezeten. En ik heb dat al eerder geregeld met Bert van Marwijk toen, met Frank de Boer hier. En dan word ik gebeld van Nico, hoe heb je dat gedaan? Ik word evengoed nog vaak gebeld. Ik heb ook een computer die staat bol van de informatie van al die jaren dat ik hier rondgelopen heb. Ik ben alle keren bouwpastoor geweest. Dus ik heb... Als er informatie nodig is, dan hoeven ze me maar te bellen. En ik heb het, want ik ben nog een archivaris, hoor. Ja. Ik sla alles op. Ja. Nou, heel leuk om te horen. En je ziet ook wel de noodzaak, Niek, bij de Zwaven. Ja, dat is gewoon een gegeven. En dat gaat ook zo blijven. En Niek, we gaan een beetje afsluiten. Want ja, volgens mij zijn we bijna een half uur in het zonnetje. En ik moet smeren. Dit want anders. Het natuurlijk niet vast, hè? Nee, het houdt haar nog niet vast. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken. Ik wens je uiteraard heel veel succes toen nog. Met de gezondheid, de familie. Met de Zwaven en alle activiteiten die je nog gaat doen. Ik kan je niks anders doen dan gewoon succes wensen. Dankjewel. Mag je een hand geven? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Dat was Niek.